Aan het eind van de vorige week hebben we een situatie onder uw aandacht gebracht. En het heeft te maken met de scholen in het resort Latour. We hebben Latour naar Flora, naar Balou, naar Sabolo, naar Rangu. Ook toe Latour naar een biertype, je moet naar een passie. Even hoe ze dat bedoelen, precies. En de situatie was zo dat er spijde was op de scholen. De schoolleerlingen of de leerkrachten, de ouders, werden mee geconfronteerd. Inbraak, dan hoe je het disipsa, dan hoe je dat ipsa. Hij heeft ook dat Oesabikba. Wat er toen is gebeurd, is dat de regering heeft aangegeven dat er een maatregel wordt getroffen. A beveiliging tap de scholen, de moos zit in kong. Tide, uno arkino moza a regering taki, uno schreef ook to goina gebied, goluku san de schoolleiders et taki. Efu a situatie de normaal nono de en if a veiligheidsgevoel kon terug. We laten u in deze aflevering van de straat horen wat de leiding van OS Hockey zegt. En ook nog een andere onderdirecteur die aan het woord komt. En ze praten allemaal over Astori City. A beveiliging kon en nadat DB1 Olanga. Ik moet zeggen, vrijdagochtend toen ik naar het werk kwam, had ik een goed gevoel. Ik heb 3 militairen op de hoek gezien. Er stond een militair aan de overkant van de school. En om 8 uur is hij op het terrein gekomen. Hij is zich ook netjes komen voorstellen. Hij heeft ook aangegeven dat dat zijn instructies zijn. Dat ze hier zijn. En dat ze vanaf 6 uur al in de straat zijn, maar 8 uur komen ze op het terrein. Leidinggevenden hebben zich ook aangemeld en hebben ook aangegeven dat de instructies zijn. En ik ben vrijdag tot 2:30 gebleven. Ik wachtte met een collega, want ze was nog niet afgehaald. En die militairen waren er tot het moment dat we zijn vertrokken. Vanmorgen toen ik aangereden kwam, waren ze er ook. En het geeft echt een gevoel van veiligheid. De minister heeft het toegezegd. En de minister heeft zich aan zijn woord gehouden, want minister Benschop was gekomen. Hij heeft ook gezegd van we zullen merken, er zullen militairen hier zijn. En ook de minister van Onderwijs heeft dat stukje veiligheid serieus genomen en acht genomen. En we zijn blij. We voelen ons weer veilig. U merkt dat de kinderen zijn er. Er is een zekere mate van rust teruggekeerd. Dus u kan uw werk weer volledig oppakken zoals toen? Jawel. Ja. Sinds vrijdag zijn we weer optimaal begonnen met werken. Vandaag zijn we er weer. Als het om de beveiliging gaat op deze school, hebben we dus sinds vrijdag militaire bewaking. De situatie is redelijk genormaliseerd. De school is sinds vrijdag normaal open voor de leerlingen en ook voor de leerkrachten. En hebben jullie al enige begeleiding gekregen vanuit het MINOF omtrent als het gaat om de psychologische mentale begeleiding? Daarover is er vanmorgen gebeld naar school. En ik denk dat er lopende afspraken zijn. En wat vindt u nu van de status? U zegt dat de status zo'n beetje genormaliseerd is. Is het werkelijk te merken door de dag heen? Ja, toch wel. Omdat de militairen nu continu op het schoolerf aanwezig zijn. Of ze lopen in de straat. We hebben nu aan de andere kant, als u kijkt, ook militairen aanwezig. Die dus een stukje bossage gaan openkappen. Want eigenlijk die rover die was eigenlijk daar naar achteren gerend. En nu zijn ze komen oriënteren om te kijken wat de stand van zaken daar achterin is. En dat hebben ze net gezegd dat ze het gaan openkappen en schoonmaken. De straat.